En de derde hebben wij al eens eerder gesignaleerd. Hij wordt beschreven in een bijdrage van Wiebe de Vries en getiteld Hallo, hallo, u spreekt met Sluif de Slachter. Hallo, hallo, u spreekt met Sluif de Slachter. Wilt u nog vlees, maar clandestien? Strikt onder ons, dan komt geen mens erachter. Natuurlijk kan het geen daglicht zien. Het is niet duur, een keer op zeven. Gewone prijs moet u slechts geven. Hallo, hallo, ik meld het u maar even. Want het is juist iets voor u misschien. Het is natuurlijk niet gekeurd, er is een poosje mee geleurd. En daarom lijkt het wat verkleurd, maar heus er is niets mee gebeurd. Hallo, hallo, ik meld het u maar even. Want het is juist iets voor u, vind.